Yo mensen van Doom Game, leuk om te kijken naar een nieuwe video hier op Doom Game. Ik ga voor jullie een mod review doen. En dit is eigenlijk de eerste keer dat ik een serieuze mod review doe op Doom Game. Ik heb wel een keer de Ether bekeken op Doom Game, maar dat was niet echt een mod review. Dit is wel een echte mod review en deze keer bespreken we de Slenderman mod. Het is een hele vette mod. Ik weet niet of jullie het kennen, maar ik denk dat jullie allemaal de game Slenderman wel kennen. Je spant in een heel eng donker bos en er zit een rare, lange, kidnappende man achter je aan. En die moet je proberen uit te schakelen. Nou, niet zozeer uitschakelen, maar die moet je proberen om de tuin te leiden door al de briefjes te verzamelen. Nou, dit is dus de Slenderman mod. Je hebt hier geen briefjes die je moet verzamelen. Het is eigenlijk gewoon heel erg simpel. Je hebt een spawn egg. Met dat spawn egg span je de Slenderman. En dan heb je hier... Heb jij een slender mask, een slender suit, slender trousers en slender shoes. En op die manier heb je eigenlijk gewoon je eigen Slenderman skin. Ik vind hem er persoonlijk heel erg vet uitzien. Je kunt uiteraard ook gewoon een Slenderman skin downloaden. Maar hier heb je dus echt gewoon Slenderman armor. Het heeft eigenlijk evenveel effect als diamond armor, zoals jullie misschien wel kunnen zien. Dus op dit af en toe heb je dit en dit. En hier heb je het Slenderman sword. En het Slenderman sword is 2 keer zo effectief als een diamond sword. En het Slenderman sword kun je maken met 2 child souls, 1 diamond en 4 obsidian. Ja, child souls kun je krijgen als je Slenderman killt. Dus je moet sowieso wel een paar keer Slenderman hebben gespant voordat je een slender sword kan krijgen. Met andere woorden, je kunt ook gewoon Slenderman killen met een ander sword. Anders kun je natuurlijk nooit aan het slender sword komen. Alleen het slender sword is heel erg sterk. Nou, ik ga even de options snel op easy zetten. En ik ga eens even Slenderman spannen. Dit is hem. Als je hem te lang in zijn ogen kijkt, dan hoor je dat rare gezuis. En dat is fucking retarded. En hij komt ook echt achter je aan zitten. Je kunt hem uiteraard gewoon slaan, of niet? Oh nee, je kunt hem niet slaan. Dan moet je een slender sword hebben. Je kunt hem slaan. En dan spant hij ook meestal weg. Als je hem slaat, kijk, dat kun je zien. En als het goed is, kun je hem ook echt killen. Alleen, dan moet je hem een paar keer goed mappen. Ja. En als je hem hebt gekilled, dan hoor je een heel raar gekrijs. En dan krijg je een shield soul. Je hebt ook een kans dat hij een Slenderman egg dropt. Alleen die kans is heel erg klein. Maar in dit geval dropt hij dus een child soul. Ik ga eens even in game mode 1. Dat moet ik natuurlijk wel goed doen. Game mode 1. Pak ik eens even wat meer Slenderman. En dan gaan we gewoon eens even kijken of hij misschien een egg wil droppen. Een span egg. Dat lijkt me eigenlijk wel vet. Dus dat gaan we even doen. Spannen er gewoon even een paar zo. Hoppakee. Ze vallen je eigenlijk altijd aan. Dus je moet wel uitkijken. Ze zijn ook fucking sterk. Dus... Ja, je wilde geen ruzie mee. Maar ja, ik heb natuurlijk die goede armor bij me. En dat is dus die Slenderman. Oh shit, ze zijn erg sterk. Wow, 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 wow. Ze zijn erg sterk, man. Wow, wow, wow. Ik ga hier even snel weg. Come on, bitches. Kom hier. Oké. Ze zijn dus heel erg sterk. Maar de kans dat als je skillt en je krijgt een endem spawn egg is heel klein. Maar er is wel een kans. Dus dat is super chill. Ik vind het een hele leuke mod. Gewoon om het feit dat iedereen Slenderman zo wel kent. Het is een hele populaire horror game. En ik denk dat iedereen als kind het wel een keer heeft gespeeld. Of je nou, weet ik, veel volwassen bent of niet. Het is een hele leuke game, vind ik tenminste. En dat is eigenlijk de reden waarom ik deze mod als eerste mod wou bespreken. Op Doom Game als mod review. Deze mod speel ik via Craft & Turmoil. Ik zou de link van Craft & Turmoil hier beneden even in de beschrijving zetten. Ik speel het in de versie 1.5.2. Voor de rest is het eigenlijk niet erg veel. Het is gewoon een hele simpele mod. Je hebt gewoon een cool zwaard. Je hebt een coole skin. Tenminste als je het armor aantrekt. Het armor is 2 keer zo effectief als diamond armor. En het zwaard is ook 2 keer zo effectief als een diamond sword. Ik vind het heel erg vet. Ik weet toevallig niet of je ook een slender sword kan enchanten. Ik kan het in principe wel even bekijken. Want ik hoor heel veel mensen nu denken. Kan dat? Nou, I don't know. Kan dat? Nee, hij bukt hem. Nee, dat kan dus niet. Ik weet ook niet of je met een anvil de dingen op kan zetten. Zou ik ook wel even kunnen bekijken. Dan weten jullie dat ook gelijk. Hoppakee, pak ik even een fire aspect. Wat is dat? Nee, fire aspect. Zit dat erbij? Ja, fire aspect 2, nice. Doe ik even zo. Zwaard erbij. Ja, je kan er wel fire aspect op zetten, maar dan moet je dus wel via een anvil doen. En als ik nou dan even Slenderman gespannen, werkt fire aspect dan ook? Dat heb ik eigenlijk nog niet geprobeerd. Zo. Nee, dat werkt niet op hem. Maar het is een hele vette mod naar mij. Een kleine mod, maar ja, het heeft toch wel wat. Dus ik zou de link van Craft & Turmoil hier even beneden in de beschrijving zetten. Zodat jij hem ook kan spelen. Je moet het doen via de versie 1.5.2. Vond je dit nou een leuke mod review? Vergeet dan natuurlijk niet even een groen duimpje achter te laten. Het kost mij enorm veel tijd om die mod reviews te bewerken. Ik render het namelijk ook. De meeste video's die ik maak op Doomer Gaming, die render ik niet. Die gooi ik gewoon online.
En dat is eigenlijk hoe ik mijn video's maak. Maar de modreviews moet ik ook echt renderen. Ik plak er een reukmuziekje. Ik plak er een leuk muziekje achter. Ik doe het met Facecam. Het kost veel tijd om die mods te installeren en al die dingen. Dus ik hoop ook dat jullie een groen duimpje achterlaten. Bij de 1000 groene duimpjes ga ik beginnen aan een nieuwe modreview. Dus vinden jullie dat leuk? Like deze video. Want bij de 1000 groene duimpjes ga ik een nieuwe maken. En stel voor jij hebt een leuke suggestie voor een nieuwe mod die niet zo heel bekend is. Want het is juist leuk als niet iedereen de mod kent. Ik weet het, dit is wel een aardig bekende mod. Maar ik heb nog niet iedereen hem ooit zien spelen. Of ik heb ook heel veel mensen gehoord die nooit van de Slenderman mod hadden gehoord. Dat is eigenlijk de reden waarom ik deze mod heb gekozen. Nou ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze Slenderman mod. Ik vond hem vet, ik hoop dat jullie hem ook vet vonden. En dat is eigenlijk gewoon Slenderman in Minecraft. Helemaal leuk als je bijvoorbeeld in een server bent of zo. En je wil dan je vrienden bang maken door Slenderman achter ze te spannen. Ik vind het een leuke mod. Dank jullie voor het kijken en ik zeg later bitches.